Leuk dat u heeft gekozen voor het Benting Thuismenu. Met deze filmpjes help ik u door het menu van 15 en 16 mei heen. Om te beginnen zetten we de oven aan op 180 graden hete lucht en vullen we een pan met 2 tot 3 liter water. Die brengen we aan de kook en zullen we later nodig hebben. Dan gaan we onze handen wassen en aan de slag. Geniet ervan! De amuse en het brood zit in het broodzakje. Het brood doen we eventjes in de oven, 6 minuutjes op 180 graden, zodat hij lekker krokant is. Nou, daarbij hebben we de boter, daar hoeft u niks aan te doen. En het amuzetje. Als het brood in de oven zit, gaan we met de amuse aan de slag. Het is een bekertje gevuld met mousse van gerookte paling, kokos en knolselderij. Erop zit een brunoise van knolselderij. Hier doen we de rijstflakes op. Dat zijn gepofte rijstflakes. Doen we er overheen. Als het broodje na 6 minuutjes uit de oven komt, kunnen we gaan beginnen.